guilty pleasure. Ja, dat is toch wel een witte boterham met roomboter en pindakaas. En als ik dan die boterham gegeten heb, dan doe ik nog een lik met die mes door die pot heen. En dat is dan wel wat ik eigenlijk stiekem liefst elke dag eet. Maar ik probeer me in te houden. Ja, dat is denk ik cliché, maar toch wel kleding. Omdat ik natuurlijk in vak met Mooi PR en als PR consultant hebben wij op kantoor heel veel beautymerken die we vertegenwoordigen. En daar hoort bij dat je natuurlijk ook die beautymerken ook gebruikt en er veel mee doet, dus het probeert. Dus daarin hoef ik minder geld uit te geven. En kleding, dat is ook wel een soort guilty pleasure eigenlijk. Want daar, je wordt heel blij als je weer wat nieuws hebt geshopt. Beauty blunder. Ja, ik heb wel, als ik foto's terugzie, echt van dat ik 18, 20 was en een beetje ging experimenteren met foundation en dat soort dingen. Dat ik dacht van, oei, dat tintje was iets te oranje. Ja, ik had goed door kunnen gaan voor WK oranje fan met een kleurtje die ik af en toe bij mezelf aanbreng. Dus daarin heb ik wel gedurende jaren geleerd dat je gewoon een kleur en dat je moet laten adviseren van wat past bij me en niet overdrijven. Dus dat heb ik nu wel meer onder controle, maar vroeger, nee, dat was wel een beauty blunder.